De film Heksen is eigenlijk een documentaire film. En je zou eigenlijk bijna zeggen infotainment. Want de documentaire wordt gelardeerd met gespeelde scènes. Dus om uit te leggen hoe het toen was. Dus die scènes moeten dan inzichtelijk maken voor de toenmalige kijker in 1922. Hoe het in de middeleeuwen was. En de kostuums zijn te gek en de animaties zijn te gek. En Benjamin Christensen was best wel een eigenwijze, dus de regisseur, was best wel een eigenwijze filmmaker. Ik vergelijk hem wel eens met Lars von Trier. Hij doet gewoon dingen zoals anderen het niet doen. Hij durft en durft ook lange scènes te maken. En in die zin is het een bijzondere film om voor die tijd al helemaal, om nu weer te laten zien. En ik vind ook dat die film vaak gezien moet worden. Dat verdient hij ook. Wat we altijd doen is dat we eerst de film gewoon gaan kijken, één keer, minimaal. En dan gaan we met de gitaar synthesizer op schoot, gaan we dan ook nog een keer kijken. En dan ontstaan er een aantal thema's. En sommige blijven, sommige niet. En zo doen we 4, 5 sessies totdat we echt genoeg thema's hebben. En dan bouwen we daaromheen. En uiteindelijk ontstaat dan vanzelf een soundtrack. I see my life come shining. De kinetofoon is eigenlijk een uitvinding van Edison. En men kon al wel film afspelen en hij ontwierp daar een apparaat bij waarbij je met een wasrol ook geluid gelijktijdig met de film kon afspelen. Het was helemaal niet sync, maar het was wel de eerste belevenis van geluid met film. En zo proberen wij ook altijd om een soort nieuwe belevenis te geven als wij live spelen bij zo'n film. Proberen we op die manier de film een nieuw leven in te blazen en de bezoeker, de kijker een nieuwe ervaring te geven.